يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Geliefde broeders en zusters, wij zijn bezig met de tweede reeks inmiddels over het, of de tweede preek over het vasten. We zijn eerder begonnen over dit onderwerp met als doel om ons voor te bereiden op deze gezegende maand. Met als doel om het optimale en het maximale uit deze maand, insha'Allah azza wa jalla, te halen. Vandaag wil ik stilstaan bij de essentie van het vasten. En dat er verschillende soorten vasten zijn. En dat het aan ons is om te kiezen tot welke soort of tot welke categorie wij willen behoren. Want er zijn drie soorten vasten, geliefde broeders en zusters. Er is een soort vasten waarin iemand zich onthoudt van eten en drinken. En dat zijn de verboden zaken die gedurende het vasten, dus vanaf dageraad tot zonsondergang, verboden zijn voor een gelovige. Je mag niet eten en drinken tijdens het vasten, maar je mag ook geen geslachtsgemeenschap met je vrouw of de vrouw met haar man hebben overdag. Maar dat is een soort vasten. Als je een van die zaken onderneemt, doet, dan is jouw vasten ook ongeldig. Dan heb je je vasten verbroken. Dat betekent dat je de dag moet inhalen en andere regels die betrekking hebben tot het vasten ook in orde moeten maken. Er is een tweede soort vasten, geliefde broeders en zusters, en dat is het vasten met alle ledematen. Dat betekent dat jij en jezelf onthoudt van eten en drinken, maar ook van alle negatieve zaken die wij in ons dagelijks leven zouden kunnen toepassen. Van roddelen, tot liegen, tot lasteren, tot lopen naar verkeerde plekken, naar verkeerde zaken. Het ondernemen met bepaalde zaken met onze handen ondernemen, dat is ook in iets wat wij in het vasten of in de maand Ramadan dienen te vermijden. Zometeen gaan we daar uitgebreid op in. Derde soort vasten, geliefde broeders en zusters, is dat iemand zich met zijn hart, dat iemand met zijn hart vast. Dat iemand zijn hart met zijn schepper verbindt en linkt. Dat niets ertussen kan komen wat hem daarvan kan weerhouden. Vandaag wil ik het niet hebben over de eerste categorie, waarbij mensen zich onthouden van eten en drinken. Dat is bekend bij iedereen en de regels daarvan zijn in boeken te vinden. Als jij wil weten wat jouw vaste verbreekt, dan moet je naar een lezing gaan of een boek raadplegen die het vaste of de regels met betrekking tot het vaste behandelt. Ik wil met name de nadruk leggen op het tweede niveau, of de tweede categorie, waarbij wij als gelovigen worden gevraagd om met onze ledematen, met het lichaam, met het hart, met onze ziel te vasten en niet alleen maar te beperken tot het eten en drinken. En Imam al-Ghazali, radiyallahu anhu, geeft deze namen, geeft deze categorieën of soorten vasten, geeft die namen. Hij zegt, het eerste vasten is het algemeen van de gewone mensen. Mensen die het niveau van taqwa nog niet hebben bereikt. Die zich alleen maar aan de plichten voldoen. Alleen maar eten en drinken. Maar ze halen niet het maximale uit deze gezegende maand. Een tweede niveau noemt hij het niveau van de specifieke mensen. Dus die een stap verder gaan dan alleen maar zich onthouden van eten en drinken. En dat is dus met alle ledematen vasten. En het derde niveau noemt hij het niveau van de speciale mensen. Mensen die een bepaald niveau hebben bereikt, waardoor hun leven met al haar facetten verbonden is met hun schepper, met Allah subhanahu wa ta'ala. Laten we nu met de tweede categorie beginnen. De tweede categorie, geliefde broeders en zusters, kunnen we alleen maar realiseren als we 6 zaken in ons dagelijks leven gaan toepassen. Laten we met het eerste beginnen. Het eerste is dat wij onze ogen beschermen tegen elke zaak wat verboden is. Tegen alle slechte zaken. Dat betekent dat jij je ogen bezig gaat houden met het goede. Probeer je ogen bezig te houden met het reciteren van de Koran. Jouw aanwezigheid met je kinderen is ook een vorm van ibadah. Dat je de zieken gaat bezoeken
en met hun gaat zijn. Dat je gevangenen gaat bezoeken, dat je behoeftigen gaat bezoeken. Dat je met je ouders een dag doorbrengt. Hou je ledematen bezig, anders zullen ze jou bezighouden in het slechte. Tweede, wat wij ook dienen te ondernemen, is dat wij onze oren beschermen tegen alles wat verboden is. Laten we de maand Ramadan niet een maand van verdorven muziek maken. Die ons alleen maar het slechte, of die alleen maar het slechte in ons aanwakkert. Bepaalde begeertes en lusten aanwakkert. Maar laten we onze oren bezighouden met het woord van Allah Azza wa Jal. Laten we elkaar aansporen tot het goede, waardoor wij alleen maar het goede van elkaar overnemen. Laten we een luisterende oor bieden aan mensen die het nodig hebben. Mensen die verdrietig zijn. Mensen die een depressie lijden. Laten we ook een luisterende oor bieden, want het is ook een goede daad. Je hoeft niet veel te zeggen. Soms is het voldoende om er naar te luisteren, om naar het verhaal van de ander te luisteren. Wees niet van degene over wie Allah Azza wa Jalla in de Koran zegt, sama'una lil kadhib. Dat zijn mensen die continu naar roddels en naar leugens luisteren. Wees niet van de personen die alleen maar momenten kiest waarbij verhalen over anderen worden verteld. En met name in de negatieve verhalen die in de negatieve zin worden verteld. Maar hou jezelf bezig met het luisteren naar het goede. Vierde, dat jij al jouw overige ledematen beschermt. Dat betekent dat je niet naar slechte zaken gaat lopen. Dat je niets verkeerd doet met je, gaat doen met je handen. Dat je niet iets neemt wat niet van jou is. Dat je de ander niet slaat of geweld pleegt. Dat hoort altijd, maar laten we van de maand Ramadan een begin maken. Een start waarin wij deze kwaliteiten eigen gaan maken. Vijfde punt, geliefde broeders en zusters, is dat we niet het eten wat wij gemist hebben, dus overdag gemist hebben, in de avond gaan inhalen. Ik zeg niet dat dat haram is. Ik zeg alleen maar, als wij het maximale uit deze maand halen, dan moet de focus niet op het eten zijn. Want er zijn sommigen helaas die al het eten wat ze overdag gemist hebben in de avond inhalen. En dat is niet de essentie van het vasten. Onze tafel zijn mashallah altijd vol bedekt. En dat hoort niet in deze maand. Gedurende andere dagen is het gebruikelijk dat je naar de bakker gaat en je vindt brood. Maar subhanallah, in de maand Ramadan wordt dat vermenigvuldigd. Maar alsnog, als je naar de bakker gaat, dan zegt die brood is eten. En als je kijkt naar onze prullenbakken, dan zie je dat ze vol zitten met het eten. En daarom is het belangrijk om niet de focus te leggen op het eten en drinken. Maar leg de focus op jouw aanbieding, op het herstellen van jouw band met Allah Azza wa Jalla. Heb je geld te veel? Geef het aan de armen. Help de anderen, want er zijn wereldwijd mensen die geen voedsel hebben. Die geen maaltijd hebben. Die geen eten en drinken hebben. Die geen kleding hebben. Die zijn er overal wereldwijd. Dus maak een maand Ramadan niet een maand van eten. Maar maak van de maand Ramadan een moment van spiritualiteit. Een maand van bezinning. Een maand van compassie. Een maand van innerlijke vrede die je uitdraagt in je dagelijks leven. En het zesde, geliefde broeders en zusters, is dat wij na al-iftar, wat een moment van vreugde is, een moment van vreugde is zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, die sa'imi farhatan, oftewel de vastende heeft twee vreugdige momenten. Een moment waarbij hij de iftar weer mag verbreken en tot het besef komt, ik ben begunstigd door Allah azza wa jalla dat ik de hele dag heb gevast en nu mag ik eindelijk eten. En je beseft ook wat voor gunsten je hebt gekregen van Allah azza wa jalla. Dat zorgt ervoor dat je bepaalde vreugde ervaart. Dat is ook mooi. Maar je zult een ander vreugdig moment meemaken. En dat is op de dag des oordeels. Inda liqa'i rabbi. Op het moment dat jij je Heer gaat ontmoeten. Op het moment dat je uitgenodigd zult worden om het paradijs binnen te treden via het poort Ar-Rayyan, wat alleen speciaal is voor de vastende. Maar zorg ook ervoor dat je na de iftar in een toestand verkeert tussen hoop en vrees. En dat is een belangrijke balans die wij in het leven dienen te vinden. Dat jij in een toestand verkeert tussen hoop dat Allah het van jou geaccepteerd heeft, dat Allah jou in staat heeft gesteld om te vasten, en een geloof, oftewel vrees, met name wanneer jij naar je eigen tekortkoming gaat kijken, naar je eigen zondes gaat kijken, naar je eigen daden gaat kijken die altijd tekort zullen schieten.
Want laten we eerlijk zijn. We zijn mensen met bepaalde zwaktes. We zijn mensen die bepaalde zaken ondernemen zonder dat we er goed over nadenken. En het is een proces om onszelf te blijven ontwikkelen. Wees niet, geliefde broeders en zusters, wees niet van de personen die alleen maar honger zullen ervaren en dorst zullen krijgen. Maar wees bewust van jouw vaste. Wees bewust van deze kans die je gekregen hebt. En begin nu alvast met het plannen, maar ook vooral met het praktiseren van wat we eerder hebben behandeld. Met als doel om het derde niveau te bereiken waarin jouw hart verbonden is met Allah. Niet alleen maar tijdens het vasten, maar ook buiten het vasten. Niet alleen maar wanneer jij bezig bent met het aanbidden van Allah Azza wa Jalla, maar ook wanneer jij op je werk bent. Dat je je werk verricht, niet omdat het moet, niet omdat je salaris ontvangt. Dat zijn allemaal belangrijke zaken, maar omdat je daarmee het welbehagen van Allah Azza wa Jalla zoekt en zijn tevredenheid. Je gaat hier naar school, je studeert niet alleen maar om je diploma te krijgen, maar omdat Allah Azza wa Jalla dat van jou wil. Dat jij het maximale uit jouw leven gaat halen. Wanneer jij met je kinderen bezig bent, is ook een vorm van ibadah. En dan merk je dat al het leven met al haar facetten verbonden is. En de schepper hiervan, Allah subhanahu wa Jalla, mocht Allah ons in staat stellen om dit te realiseren. Mocht Allah Azza wa Jalla ons de kracht geven om het maximale uit deze maand te halen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس أجمعين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا مولانا من الراشدين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان